bij weer een hele nieuwe Fan Friday video. Vandaag gaan we iets zo ontzettend geweldigs doen. We gaan namelijk de trailer van Misfit 2 bekijken. Oh my goodness, ik ben er zo ongelooflijk benieuwd naar. Ik heb hem zelf nog niet eerder gezien, dus daar ga ik in deze video op reageren. Maar allereerst heb ik nog eventjes een hele spannende challenge voor jou. En namelijk om deze video een like te geven. Maar met welke vinger, dat hangt er natuurlijk van af. Heb jij Misfit 1 al een keertje eerder gezien? Geef deze video dan een duimpje omhoog met je wijsvinger. En heb je deze film nog nooit eerder gezien? Geef dan een duimpje omhoog met je pinky. Heel erg veel succes ermee. En ik hoop natuurlijk dat je hem met je wijsvinger hebt geliked. En vergeet daarbij ook zeker niet om nog eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. Hoe ongelooflijk tof is dat? En dan is het nu natuurlijk tijd voor het allereerste gedeelte uit deze video. Fanart! Zoals je kunt zien, komen hier allemaal verschillende soorten mega leuke, super creatieve fanarts langs die door jullie zijn gemaakt deze afgelopen week. En er is een manier waarop je in de fanart van een volgende Fan Friday kan komen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is natuurlijk 1. Een fanart te maken. 2. Deze te posten op Instagram. En 3. Mijn account erin te taggen. Zorg er wel voor dat jouw account niet op privé staat, want op die manier kan ik hem niet vinden en dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Maar als je alle stappen juist hebt gedaan, dan kun je jouw fanart als misschien wel terugvinden in de video van volgende week. Hoe ongelooflijk tof is dat? Ik wil jullie in ieder geval echt heel erg bedanken voor al jullie prachtige creaties. Ik vind ze geweldig om te zien. En dan is het nu natuurlijk tijd om door te gaan naar het volgende gedeelte uit deze video. Oh, can't wait. Misfit 2 trailer. Oh, wow, waar kom jij ineens vandaan? Ik zat hier al. Oh, oh ja! We gingen deze video met z'n tweetjes doen. Nou, zoals je kunt zien is dit Kitta. En zij is op bezoek hier in Texas. En dat maakt natuurlijk dat het perfecte moment is om samen te reageren op de trailer van Misfit 2. Ja, yes! Dat hoor je helemaal juist. Want de Misfit 2 trailer is nu op dit moment vandaag uit. En ik kan niet wachten om het te zien. We hebben hem allebei nog niet gezien. Oh. Daar gaan we in deze video op reageren. Ja, ik ga er eigenlijk gewoon niet al te veel over zeggen. We willen het allebei zo ontzettend graag zien. We zijn heel nieuwsgierig naar. En ik denk dat jij dat ook bent. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon meteen beginnen met het bekijken van de trailer. Let's go! 3, 2, 1. Ik ben Julia. En muziek is echt alles voor me. En nu maak ik muziek samen met mijn vriendje Nick. Ooit gaan we samen doorbreken. Oh my god. Dat was zo hard. Oké, we hebben nu natuurlijk nog maar een gedeelte van de trailer gezien. Wow. Maar tot nu toe. Oké, wat is je eerste indruk? Wow, ze stonden echt op een groot podium. En dat licht op de achtergrond. Ja, voor jou is het natuurlijk helemaal nieuw. Want jij was er niet bij op het moment dat we dat filmden. Maar ik vind het zo vet om dat gewoon op beeld te zien. Ja. En om al de kleuren te zien en zo. Oh my goodness. Tot nu toe wat we hebben gezien is een paar aantal hele mooie beelden. En natuurlijk een gedeelte van het verhaal. Want Julia en Nick zijn nog steeds samen. Ze maken ook samen muziek volgens mij. En ze willen ook gewoon samen doorbreken. Oh. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de film. En ik denk dat de trailer daar nog wat meer over gaat zeggen. Oké, je wilt dat ik doorga? Oké, let's do it. Welkom jongens en meiden in dit nieuwe schooljaar op het Hoogland. Ik ben Nick! Oh. Kijk eens wie we daar hebben. Terug van weg geweest. Hi sterren. Je filmpje is echt super. Om bij in slaap te vallen. Dat is een quote die ik zou gebruiken. Wat? Om bij in slaap te vallen? Dat is echt super. Om bij in slaap te vallen. Zeg ook die momentje zo. Oh, wacht, laten we proberen. Okay. Hoe doe je dat? Eerst zo. Klap. Eerst. Oké, nu sneller. Dat is echt super. Om bij in slaap te vallen. Okay. Volgens mij kunnen we dat beter aan de VIP's te laten. Maar zoals je kunt zien zijn de VIP's dus ook weer samen. We hebben Sterre en die is gemeder dan ooit, zoals je wel hebt opgemerkt met die opmerking. En dan hebben we Esme en natuurlijk Jocelyn. En wat ik heel erg leuk vind is dat ze dit jaar dus eigenlijk gewoon hun outfits geupgrade hebben. Oh ja, het matchte echt bij elkaar met de kleuren en de printjes. Ja, alsof ze gewoon elkaar elke dag gewoon bellen. Van hallo, wat ga jij morgen aan doen? Nou, ik ben in ieder geval blij dat ik geen VIP ben. Maar Julia misschien wel. Ik weet niet of je dat ook nog in de trailer te zien krijgt. Zullen we gewoon kijken? We gaan kijken. Mijn naam is Schouten en ik ben jullie nieuwe directeur. Ik ben aangenomen om te zorgen dat het Hoogland een 5-sterren school wordt. Right here, baby!
Jij mag naar het Olympus College. Wat? Ze willen jou. Nick, op een school als het Hoogland gaat jouw talent verloren. Oh, je snapt het wel, toch? Oh, no! Dat is heel gemeen. Wat dit dus eigenlijk gewoon inhoudt, is dat Nick Julia verlaat. Hij loopt over naar een andere school. Ja, maar het was wel een hele coole school. Ze hadden hologrammen en een glijbaan. Ze hadden een glijbaan in de school. Ja, oké, ik snap het wel een beetje. Maar hij is wel Julia's vriendje. En hij is natuurlijk ook, maakt hij deel uit van de Misfit Squad. Eigenlijk zou hij voor hen moeten kiezen, lijkt me, toch? Sterren doet mij een thumbs. De landelijke muziekwedstrijd voor de grootste muzikale talenten in Nederland. Deze wedstrijd is echt mega gaaf. Mevrouw Schouten, ik ga helemaal voor die 5 sterren. 5 sterren? Ik haal er sowieso 6. Jullie doen het samen. Wat? Ik? Met haar? Oh my god! Oké, dit is natuurlijk wel echt een mega grote plot twist. We hebben niet alleen maar Nick die overloopt naar een andere school. We hebben ook Sterre en Julia die moeten samenwerken. Oh my god. Dus het is eigenlijk gewoon een VIP en een misfit samen. En dat clasht heel erg. Moet je gewoon voorstellen dat je met je pester samen moet werken. Oh, dat is verschrikkelijk. Oh, heb je ervaring? Ja. Nou ja, het kan natuurlijk beide kanten op gaan. Het kan goed aflopen. Mm. Of misschien ook niet helemaal goed. Ik durf er niet al te veel over te zeggen. Oh. En we hebben ook nog heel erg leuk bonusnieuws. Want wat we nu hebben gezien is nog maar een gedeelte van de volledige trailer. Oh, je hebt me niet de volledige trailer laten zien. Hey. Maar ik heb hem zelf ook nog niet helemaal bekeken. Okay. Dus als je de hele trailer wil zien, dan kan dat. Want deze staat op het kanaal van Misfit de Film. En de link daarvoor zet ik in de beschrijving hier onder deze video. Ik vond het echt geweldig om nu al gewoon te mogen reageren op de trailer van Misfit 2. Dus wat mij betreft was deze video helemaal en hartstikke geslaagd. Woo! 20 second wrap out. Flortje, Chloe, Nova, Engel, Luca, Jomos, Lara, Sonal en Dionne, Brit, Florin, Kiara, Vive de Boer, Danique, Nikki, Asra, Mimi, Emma, Nas, Erik, Barbara en Janice, Vienna, Mosalino en Anushka, Choco, Pasta, Kaylee, Elde, Laat, Carla, Purple Grove en Robin, Jaylee, Madeleine, Aisha, Sophie, Sona, Jinne, Jelle, Lara, Frederike, Gasha, Jade, Isabella. Wil jij ook heel erg graag in de 20 second wrap-out komen, dan kan dat. Je kunt namelijk kans maken door er gewoon eventjes naar te vragen in de reacties hier onder deze video. Ik kijk heel erg uit naar al jullie reacties. En vergeet daarbij ook zeker niet om ook nog eventjes naar het kanaal van Kitta te gaan. Ze is bijna bij de 100.000 abonnees. Woehoe, spannend. Link daarvoor zet ik in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!